Marciano Vink doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 5 seizoenen in het eerste. Na een Italiaans avontuur keerde hij terug naar Nederland en speelde vervolgens nog 5 seizoenen voor PSV. Op ons verzoek vergelijkt hij vandaag de verdediging van zijn beide voormalige clubs in aanloop naar de clash van zondag. Maar eerst een voorspelling. Het is een belangrijke wedstrijd, maar ik denk niet cruciaal. Het wordt een spektakel, over en weer, foutenfestival, kansen. Maar ik gok toch 2-2. Alles zal ook een beetje afhangen van die wedstrijd van PSV tegen Atletico. Hoe je daar uitkomt. Stel dat ze een ronde doorkomen, dat ze Atletico verslaan. Dan kom je met een bepaalde bravoure, euforie en je voelt niks, geen pijntjes. Je kan gaan en ja, weet je... Daar ben ik wel een beetje bang voor. Kijk, en komen ze met een nederlaag terug, dan is PSV toch een beetje geknakt. Een droom spat een beetje uit elkaar. Nou, alle pijntjes voel je. Dus dan is zo'n wedstrijd tegen Ajax best wel zwaar. Vink won met Ajax onder meer een landstitel en de UEFA Cup. In 2002 sloot hij zijn carrière af bij Ajax Cape Town. Inmiddels is de multifunctionele speler terug in Amsterdam, waar hij de jeugd van Zeeburgia traint. Het grote verlies voor Ajax is dat Kenny Tate geblesseerd, zwaar geblesseerd. En dat weten we, dat is al een paar weken zo. En dat hebben ze dus opgelost door Veldman naar de rechterkant. Te halen, Viergever van de Horen hebben het goed gedaan. Alleen ik vond dus in de afgelopen wedstrijd tegen NEC, vond ik het gewoon niet sterk. Weet je, zowel aan de bal... Duurde het af en toe te lang, maar vooral verdedigend in de concentratie was het niet goed. En daar denk ik dat Bruma en Moreno toch iets verder zijn. Als de gaten tussen Veldman en Van der Horen gaan vallen of tussen Dijks en Viergever, ja, dan heb je met Narsing en Locadia heb je wel een probleem. Hoe scherp ben jij in het opletten met de opkomende backs? Want is Younes aan het slapen? Ja, of aan de andere kant Schöne? Of die speelt. Ja, dan heb je natuurlijk een overtal met zo'n back die doorschuift op het middenveld. Het opkomen van Mitchell Dijks vind ik indrukwekkend. Niet altijd even effectief, niet altijd even goed, maar het is wel een gevaar waar je als tegenstander op moet letten. Hij geeft die bal gewoon vroeg voor en dat doet Willems eigenlijk ook. Dus Willems, zeg maar net voor zijn blessure, was hij echt weergaloos. En zelfs toen hij terugkwam, een paar wedstrijden. Maar hij heeft ook de neiging om een beetje door te slaan, te overdrijven. Maar wat hij aan de bal kan, dat kan Dijks weer niet. Maar wat Dijks weer verdedigend kan, dat kan Willems weer niet. Weet je? Dus het is een beetje appelsperen, maar toch wel weer in diezelfde fruitmand. Ik zou de verdediging van PSV, op dit moment geef ik ze een 8. En over het cijfer voor Ajax moet Vink even nadenken. Tot afgelopen zondag een 7,5, maar na zondag toch wel een 6,5. Een puntje gezakt. Een hoge waardering dus van Marciano Vink voor de verdediging van PSV. Morgen vergelijkt hij de middenvelders van beide ploegen.